In deze video ga ik je laten zien hoe je logaritme kunt berekenen met de grafische rekenmachine van Ti. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld en het voorbeeld zie je hier aan de linkerkant staan. We moeten berekenen 2 log 128. Als je een logaritme wil berekenen, dan kun je dat als volgt doen. Eerst gaan we de logaritme er even bij pakken. Dat doen we via Alpha en dan Window. Dan kom je in het menu van F2. En dan zie je bij nummer 5 de optie log base. En log base kun je gebruiken om snel logaritme te berekenen. We selecteren optie nummer 5. Dan krijg je dit. En dan staat hier log. En hier heb je een klein leeg vakje. En tussen haakjes heb je ook een leeg vakje. Hieronderin komt het grondtal. Het grondtal is bij ons 2. Dus daar zetten we de 2. En tussen haakjes zet je dat wat bij ons ook tussen haakjes staat. Dat is 128, dan drukken we op enter en dan vinden we het antwoord en dat is 7. En op deze manier kun je logaritmen berekenen met de grafische rekenmachine van ti.